and welcome to the very first episode of Cooking with Elena, where we're cooking with DJs. Today we're here with System Overload. He is a very good cook, I've heard. So guys, as usual, if you're not Dutch, just check the subtitles. Yeah, turn on the subtitles. We have a sponsor vandaag. Als jullie mijn vlogs kijken, weten jullie dat ik fan ben van Dynamize. Ik eet het altijd. Het is super lekker. Dynamize is Guarana Energy Ice Stick. Ze zijn super lekker. Er is ook een variant zonder toegevoegde suikers. Dus helemaal top. Nou, ik ga hem nou gewoon checken. Ik ga gewoon een heel eerlijk oordeel over geven. Nou, dat. Ik heb het geen laag, maar top. Ik eet dat er ook. Ja, ze zijn nog lekker ook nog. Ze zijn nog lekker ook. Je hebt het hier gehoord. Dus zullen wij beginnen? Ja. Nou, wat gaan we maken? Ik kom uit een Indisch gezin. Dus mijn moeder is Indonesisch, mijn vader is Nederlands. En we gaan vandaag eigenlijk een heel simpel gerecht maken. Vooral omdat jij vegetarisch bent. Oeh. En daar ga ik gewoon rekening mee houden. Gado gado is eigenlijk een Indonesisch groentegerecht. Met pindasaus, allemaal verse groenten. Gaan we tofu erbij bakken. Voor jou. En dan iets met rijst. En ik denk dat ik ook nog een garnalengerechtje maak. Voor mezelf. Want ik ben niet vegetarisch. Dus we hebben hier alle spullen liggen. Zoals je ziet. Eigenlijk heel veel verse groentjes. Allemaal lekker gezond. En we gaan gewoon beginnen. Ja. Ja, ik kook eigenlijk het meeste thuis. Samantha die kookt ook regelmatig. Alleen zij is echt al meer van de Hollandse kost. En ik ben meer van al het oosterse eten. Nou, belangrijk. Scherp mes. Scherp mes. Dat doe je maar niet na, maar dat kan helemaal niet. Nee, dat komt goed. Mijn moeder heeft een aantal restaurants gehad. Mm-hmm. Dus ik ben vanaf jongs af aan eigenlijk opgegroeid in de keuken. En eigenlijk al vanaf jongs af aan de mise en place eten, dus de voorbereiding in de keuken is gedaan. Eigenlijk alle messen, trucjes. Snel dingetjes prepareren en zo, ja, dat zit er al in vanaf een jaar of 3-4 dan. Ja, en je vindt het ook echt leuk om te doen, dus. Het koken zelf vind ik heel leuk, de mise en place, daar ben ik dan niet zo'n fan van, maar het hoort er helaas bij. Kijk, ik doe even de tofu gewoon in reepjes. Dat doe je al een stuk soepeler dan dat ik dat altijd doe, dat geef ik meteen toe. Die tofu gaan we daar frituren. Ik heb hier wokolie. Dus die moeten we daar nog even een beetje droog deppen. We hebben Nick Repix hier in huis zitten. En die zweert erbij dat ik een restaurant moet beginnen. Dus wie weet. Als mijn DJ carrière over is, dan kan ik altijd misschien nog een restaurantje gaan beginnen. Ja, niet verkeerd. Alleen ja, zou ik het dan in Nederland willen of gewoon lekker in het buitenland? Even kijken, dan hebben we de tofu. Yes. En dan hebben we daarbij ook tempeh. Tempeh is, ik zal even kijken, dat is op sesambasis. Ja. Heb ik dus nog nooit op. Dat is echt meestal tofu. Nou, dit is, het is bitterder van smaak. Alleen ja, mega gezond ook. Ja. En ja, mensen zeggen ook wel dat het een vleesvervanger is, maar ja, ik vind het totaal niet naar vlees smaken. Maar het heeft wel een beetje een bite als het gefrituurd is. Ja, maar dat tofu ook, dat gaat naar je kruiden smaken en verder. Ja, maar ja, tofu dat blijft altijd wel een beetje hoe moet ik het zeggen, sappig aan de binnenkant. Ja. En dit wordt echt gewoon helemaal goed. Kijk, wij eten niet zoveel rijst. Nee, helemaal niet. Dus wij kopen het niet per kleine verpakkingen, maar altijd 5 kilo zakken. We gaan sowieso de tofu gaan we eerst frituren. Ja, het is makkelijk met zo'n netje, zeggen ze altijd. Maar... nooit te veel in één keer in de frietpan of in de friteuze of in de vetkoning, want dan gaat eigenlijk al het vocht ervoor zorgen dat er eigenlijk niks mooi frituurt. Dan heb je dus helemaal niks aan. Normaal gesproken voor het eten moet alles eerst voorbereiden voordat ik ga koken. Omdat ik dat het makkelijkste vind om het op die manier te doen.
En dan heb je echt bij mij allemaal bakjes staan met groenten en kruiden en dat soort dingen allemaal. Want ja, daar zit er nou eenmaal in gehamerd. Als je ouders een restaurant hebt. Dat geloof ik, ja. Ik heb zwaar leven gehad. Oh. Nou, het water van de rijst begint al te koken. Iedereen zegt altijd afmeten, zoveel water, zoveel rijst. Echt gewoon bullshit. Lekker op de stoel. Gewoon rijst in een bol met water en dat komt helemaal goed. Ik vind trouwens wel dat onze schort... Ja, maar met je wel lekker hoor. Echt niet normaal. Dan zal ik dus even wat groenten gaan snijden. Nou, gado gado is eigenlijk een Indonesisch gerecht waar heel vaak gewoon als lunch wordt gegeten. Vaak is het ook vegetarisch. Ze voegen er af en toe wel eens wat kip of dat soort dingen aan toe, maar ik vind vegetarisch ook gewoon super lekker. Het heet cooking met Alana, maar ik doe precies niks. Er is niks nieuws voor mij kunnen houden, dat ik zelf niks doe. Nee, maar ik kan je daar gewoon wat dingen laten snijden. Ja, maar niet. Alleen bij mij is het, ik zeg al, vanaf jongs af aan heb ik dit al moeten doen. En, vond je het vroeger ook leuk? Nee, verschrikkelijk. Nee. Maar op een gegeven moment ga je het waarderen. En vooral als je dan met vrienden of vriendinnen en je nodigt ze uit om een keer te komen eten. En dat ze dan zeggen van, oh, hè? Heb jij dat serieus gemaakt? Heel veel mensen kunnen zelf bijvoorbeeld niet eens een ei bakken. En daar sta ik echt dan van te kijken. Op takeaway food en dat soort dingen allemaal, elke dag eten, nou, sorry, daar is niks voor mij. Oh, die gerookte tofu is ook lekker. Eerste keer dat we die gebruiken. Deze? Beetje aan spekjes denk ik. Ja. Nee. Vegetarische spekjes. Ja. Nieuwe dat weet ik wel hoor, dat soort dingetjes zijn het. Hè. Het is niet eens echt vleesgerecht, het is allemaal de spekjes, de normale. Ja, dat snap ik. De kleine dingen. Ja, ik vind het wel knap dat je voet bij stuk houdt. En dat je ook echt wat dat betreft geheel onthouden bent. Ja. Ja, ik kan dingen niet half doen, daar ben ik te autistisch voor. Zo als ik eenmaal ergens mee stop, dan krijg ik kortsluiting als ik dus wel weer één keer zou doen. Daar kan ik me eigenlijk wel echt in vinden. Dat heb ik met de muziek ook heel erg. Voordat ik een track van mij uitkomt, dan heb ik hem al 100 keer veranderd. Ja. En dan uiteindelijk dan heb ik hem af. En dan is het vaak dat ik denk van de eerste versie was misschien toch het beste. Maar ja, ook dat soort dingen horen erbij. Fruit vind ik super lekker. Ik eet heel veel fruit. Ik zou je zeggen dat ik daar steeds minder ben gaan doen. Ja? Ja, eerst vond ik het super lekker. En ik heb op een gegeven moment een jaar in Afrika gewoond. Mijn moeder die had daar grond gekocht. En die had eigenlijk zoiets van, ik ga vroeg met pensioen. En toen werd mijn toenmalige vriendin, die werd zwanger, wat we eigenlijk niet ingepland hadden. En ja, toen zaten we in een periode dat we allebei 60 uur per week werkten. En toen werd er eigenlijk door mijn moeder gezegd van, en waarom komen jullie dan niet hier naartoe voor de zwangerschap? Mm-hmm. Nou, dan kom je in Afrika en dan krijg je daar groente en fruit te eten. En dan denk je in één keer, oh ja, zo hoort een sinaasappel te smaken. En zo smaakt een komkommer. En bananen waarvan je denkt van, hoe kan het dat de in Nederland zo anders smaakt? Yeah. En daar groeit alles in de volle natuur. Ja. En ja, dat is gewoon veel en veel lekkerder. Dus en, dan vind je het hier niet meer zo lekker? Nee, ik vind het ook echt niet meer lekker. Bananen, daar eet ik hier nog wel. Maar net zoals mango of dat soort dingen, ja, dan denk ik echt van jezus, dat heeft helemaal niks met mango te maken wat we hier eten. En dat is zonde. Ja. Ja, ik vind het echt super lekker. Ik ben dat persoon dat met die fruitbakjes op het festival komt ook, weet je wel. Chinese kool, mm-hmm. Super crispy. Ja, dat is eigenlijk, ik pak dat altijd erbij, want gado gado is eigenlijk gewoon een groentegerecht. En als je alleen maar zachte salades en dat soort dingen hebt, dan wordt het super
eentonig om te eten, vind ik. Klef. En ik vind het lekker als je gewoon elke keer een andere bite hebt, zeg maar. In het gezicht. Nou, wat dan eigenlijk dus met die rijst? Kijk. Daar heb ik helemaal niks afgemeten of niks. Nee. Nou, die is nou in principe zo goed als gaar. Ga ik even checken. De deksel eronder. Ja. Perfect. Dekseltje erop. Dus de sperzieboontjes en de broccoli doe ik even blancheren in zout water. En dan wordt het dadelijk snel even binnen. Ach, wil je iets snijden? Ja, nou ja. Ik denk niet dat ik dat nu nog durf, want mijn skills zijn zoveel lager dan dit. Dus ja. Gewoon met de. Dat maakt het helemaal niks uit. Koos iets binnen? Ja. En dan hebben we heel die snijplan natuurlijk in de vorm van. Yes. Kijk, als jij. Zo pakt. Pak je vingers, zet je er zo. Oh ja, dat kreeg ik ook. Ik heb al uitzendwerk naar bij restaurant zo gekregen. Als je dit doet, dan kun je nooit in je vingers draaien. Laat je het mes zeg maar gewoon elke keer tegen je vinger. Kijk, als je je vinger op je zo hoofd, kan er nooit iets mee gebeuren. En dan kun je lekker snel snijden. Ja. En deze houden we gewoon zo. Oh. Boom. Dat kan maar. Vertrouw erop bij de kant. Zo dan? Echt je vingertop en dan ben ik juist. Zo. Dat maakt niet uit. Juist, dan kun je nooit in de vingers staan. Ik heb wel passie. Kijk. Hoppa. Hé, ik ben nou al 2 keer zo snel zet. Ja. Kobi uit. Pumpen. Dat is een leuk geluidje. Ja, normaal gesproken heb ik gewoon boontjes, doen die doppen. Ik heb echt een hekel aan boontjes stoppen. Ik vind het kost wel tijd. Ja. Dat is zo koud. Ik koop ze ook altijd zo. En dan, ik krijg commentaar van moeder. Ja, dat is toch niet veel moeite, hè? Ik geef de uren voor zitten boppen. Oh. Ja, ik heb ook echt een beetje energy smaak, energy drink smaak zit eraan. Ja. Stop, ik laat er gewoon een paar bij achter. Oh, gelukkig niet over het schort, wel over mijn t-shirt. Ja, daar draag ik schort voor. Dat bedoel ik, lekker mijn t-shirt onder te brassen. Oh, heerlijk. Hoe lang ga je er een PSS? Maar toch zeker al 10 jaar? 10 jaar, ja. Ik moet zeggen, plus 15. Plus 15, ja. Nee, 1993 was de eerste feest. Nou, ik kom uit 95. Ja, dus stond ik al. Toen kon jij nog geen mama of papa zeggen. Nee, toen was ik nog vroeger. Ja. Nee, 1993 was de eerste echte feest. En dat was Mean Machine in Satan in Den Haag. En ik ging daar naartoe voor de Prodigy. Want dat vond ik niet vet. En toen kwam er een busbus en een barkeeper en een gaspar en toen dacht ik van, wow, dat is nog veel vetter als de Prodigy. En toen ben ik naar Mysteryland op de Maasvlakte gegaan. Eigenlijk een beetje te ontdekken wat ik allemaal in had. En dan kwam Neophyte en 3 Steps Ahead. En ja, ik had zo lang haar in de heen ging op staartje, want ik was toen nog wel langer. En ik kwam kaal terug. Dat hoor je veel, hè? Ja. Ik luister ook veel van naar punk en rock, voordat ik richting de Haagse Laarspak ging. En je hoort het van heel veel mensen, dus het is toch een beetje uniek. Ik ben drummer geweest in metal bands. Dat is eigenlijk wat ik eigenlijk altijd had gedaan daarvoor. En, ik had helemaal nooit de intentie gehad om DJ te worden. Nee. Om drummen leuk in bandjes. En toen op een gegeven moment kwam die hardcore. En toen was ik verslaafd aan die muziek. En eigenlijk vond ik het feesten toen zo super interessant en leuk. En ik had helemaal niks met de DJ zelf zijn. Nee.
En op een gegeven moment is dat er gewoon, na 10 jaar eigenlijk pas, na 10 jaar feesten, ben ik voor het eerst gaan draaien. En heb ik ook met JDA in de studio gezeten. Die heeft me eigenlijk heel veel extra dingen geleerd op het gebied van producties. De kans gehad om een anthem te maken voor Harmony of Hardcore. Toen zat ik echt nog in de mainstream hardcore, zeg maar. Ja. En toen ging er echt een wereld voor me open. Toen stond ik voor de eerste keer op de mainstage van Harmony of Hardcore voor zo gruwelijk veel mensen dat ik dacht van, jezus, dit is het. Dit is het gewoon. En uiteindelijk is het mijn werk geworden. Nou. Ja. Wat op dit moment natuurlijk helemaal kut is. Ja, ik kreeg wel vragen over inderdaad, wat nu is voor jou, jullie. Ja, ik heb gewoon het geluk dat ik heel veel inspiratie heb in de studio. En dat ik daarom daar veel tijd doorbreng. Nou, daar worden dus verschillende verhalen over. De ene heeft echt veel inspiratie en de ander die ziet helemaal niet zitten om iets te doen. Nee, dat klopt. Ja. En dat vind ik gewoon jammer. Ja. Het is ook heel moeilijk, vind ik, als jij echt alleen maar muziek maakt om het te kunnen draaien. Ik vind dat mensen draaien thuis of luisteren thuis ook zijn. Ja. En daarom had ik ook echt iets van ja, je moet gewoon doorgaan. Vooral sowieso als daar iets te doen mee losgaat. Dat je toch meteen die muziek hebt en die content hebt. Ik heb een nieuw logo, ik heb een nieuwe merchandise aan, ik heb mijn album af, ik heb met Refix heb ik een EP gemaakt, ik ben bezig met een remix voor Miss Kate, er komt een nieuwe versie van de track van mij in F-Noise, Gerbers & Paris. Gewoon lekker door blijven. Ja. Ik heb laatst op een bootfeestje gedraaid, met een 1,5 meter roel en alles erbij. En het was maar 170 man, 60 man, maar ja, dat was al helemaal te gek. Dus voor mij, al begint het langzaamaan, dat vind ik prima, maar uiteindelijk, ik heb echt gewoon ook zin om weer los te gaan. Ja, en dat hoor je heel veel. Dat. Ja, alleen het is niet zo dat het me demotiveert. Ik heb me eigenlijk gewoon even bij neergelegd. Het is op dit moment niet anders. Ook al ben ik het totaal niet mee eens, want ik vind het echt klinkklare bullshit. Sowieso de kans dat je besmet raakt buiten is 0,0. Nou, dat vroeg ik me dus ook af, want we hebben nu allemaal kleine feesten, die zijn allemaal indoor. Ja. Waarom doen we dat niet outdoor? Nou, dat is dus ook precies wat ik niet begrijp. Ja, en je zit natuurlijk met regulaties en met toestemming en zo. Dat snap ik vanuit organisaties, maar ik snap het niet vanuit de regering of de gemeente. Ik zal het sowieso niet vanuit de regering en de gemeente. Ja. Ik bedoel, je mag met 600 man, ook al zei het straks, met 600 man in een vliegtuig, hutje met je tegen elkaar zitten, 6 uur lang. Maar je mag niet buiten in de open lucht, als je een keer hoest, dat het gewoon wegwaait. Ja. Gewoon een feestje gaan vieren. Ja, wat ik net al zei, mondkapjes op allemaal, geen probleem. Ik bedoel, zeker veel feesten is het gewoon zo dat je mondkapjes draagt, zeker in het buitenland. Klopt. Ja, wat de fuck is het probleem? Je bent er zelf aan. Ja, maar ik heb ook echt gewoon, ik ben er ook van overtuigd dat er nog veel meer achter zit, behalve heel de coronavirus. Nou ja, ik dacht eerst in het begin zo van prima, ik geloof het helemaal, maar intussen. Nee, maar nou ook, dan is het weer wat er gebeurd is in Amerika bijvoorbeeld. Kijk, het is verschrikkelijk wat daar gebeurd is. Ja. Maar de hele wereld is in chaos over iets wat in Amerika afspeelt. Ik vind het goed dat we ervoor opkomen, maar dan mogen wij ook voor ons ding opkomen, toch? Ja, voor alle twee staan. Wij mogen zelf niet eens gaan protesteren. Nee. Dat wordt gewoon kruis doorgezet. Ja. Terwijl wij eigenlijk alleen maar voor onze vrijheid op willen komen en gewoon ook duidelijk willen maken dat wij ook niet bang zijn om in groepen bij elkaar te komen. Nee. Minder dan 1,5 meter afstand. Nee, maar ook ik denk als je juist zulke dingen toestaat, dat mensen rustiger worden. En nu werk je alleen maar. Juist. Alleen maar een beelden van agressie. Ja. Want mensen die weten ook gewoon niet meer waar ze aan toe zijn op dit moment. En mensen die gefrustreerd zijn,
Daar word je niet vrolijk van. Nee, die wordt boos en... En ik zeg, de manier waarop het onderbouwd is en zo, het slaat er ook helemaal nergens op. Ik zou het dan nog anders vinden als inderdaad echt alles verboden zou zijn. Ja, maar niet... Niet dat ik dat zou willen, maar... Nee, oké, maar ik snap wel waar je naartoe wil. Ja. Ik bedoel, wat gaan we doen? Ja, gaan we doen dit weekend? Ja, we gaan naar de Efteling of we gaan naar Walibi, want daar kun je gewoon met 10.000 man rondlopen. Ik ga binnenkort naar de Efteling. Ik ga volgende week naar de Efteling. Ja, daar kun je namelijk gewoon met 10.000 man rondlopen. Ja. Dan moet je... van tevoren een afspraak maak je voor de attracties. Maar al kom je bij de attractie aan, sta je in precies dezelfde rij. Precies allemaal hutje-mutje achter elkaar. Niks op 1,5 meter, want de doorgang waar je in staat is nog niet eens 1,5 meter. Maar dat mag wel. We mogen met duizenden mensen in een vliegtuig zitten. Dat mag wel. Maar een festival, ja, hey, hallo. Ja, en weet je wat het ook is? Ik dus gewoon van mensen, ja, we kunnen niet echt massa aan de mensen geven. Maar dat is ook niet waar we om vragen. Ik snap ook dat we niet gelijk Deftcon of Tommen eten of wat dan ook. Ja, maar in principe moet daar ook helemaal niks uitmaken. Als je de tenten die er staan allemaal outdoor areas van zou maken, dan is de kans op besmetting 0,01%. Nou, daar hebben we het over. Nou moeten we eigenlijk al die saaie elementen... een beetje smaak gegeven. En ik doe dat heel simpel. Knoflook en een uitje. Tofu er allemaal weer in. Ruikt in ieder geval echt wel heel lekker. Goed zo. Ja. En dan even husselen. Als je ui zo rauw eet, dan zit er ook meestal zo'n... Ja. Ik hou niet van rauwe ui. Nee. Het moet ook gewoon echt gebakken worden, vind ik zo. En het ruikt zo lekker als je kan. Ja, precies. Dan kunnen we dadelijk de gado-gado er alvast op gaan bouwen. Eigenlijk met 500 ml water, maar ik doe dan half water, half coconutsmilk. Ginger. Lekker. Hoppa. Nog leukje. Ik ga nou echt gember en garnalen maken. Die jij helaas niet al weet. Nee. Voilà. We zitten nog even in de studio. Zo, even... Ik moet zeggen, ik vond het super lekker. Goed zo. Ik vond het echt super lekker. Daar ben ik heel blij om. Het is mega warm hier. Nog lekker even een ijsje eten. Dus we gaan even een ijsje pakken. En buiten koken in de keuken doe ik ook koken in de studio. En ik wil jullie nog even mijn nieuwe album komt aan. Even een stukje. Ik heb net nieuwe tracks af weer en ik wil eigenlijk heel even snel een klein previewtje laten horen. Ik ben benieuwd wat jullie hiervan gaan vinden. Lekker taalgebruik is allemaal. Lekker kikje. Dank u, dank u.
Nou, dit zijn is eigenlijk een van de tracks van mijn album. Ik merk nou dat ik de vocals gemute heb. Ik weet ook niet waarom. Ja, ik heb nou net met Rapix, of Repix eigenlijk moet ik zeggen, heb ik samen een EP gemaakt. En die gaat eerst uitkomen. Zal rond 2 juli zijn. En daarna dan komt mijn nieuwe album uit. En die gaat Everyday Struggles heten. Past goed bij hoe de situatie is op dit moment. En ja, ik zeg al, dit is mijn domein op dit moment. Het enige voordeel van de quarantaine is dat ik echt bizar veel tijd heb om te produceren. Dus er komen ook echt mega veel tracks aan. Het album zijn sowieso 16 tracks. Dan heb ik een EP met Repix. Dat zijn 6 tracks geworden. Dan komt er nog een remix voor Miss Kate. Nog een remix voor de Sicker Squad. Dan moet het festivalseizoen toch gaan beginnen. Ja, ik denk echt serieus jongens dat deze zomer niet veel meer gaat worden. Ik hoop alleen dat Ibiza nog een optie is. En anders, en dan wordt het gewoon volgend jaar met de binnenfeesten weer helemaal los. Dan gaan we flink knallen. Zeker weten. Vanuit Casa Overload. See you next time. See you next time. Ik hoef mijn eigen effecten hier niet eens meer te doen. Jongens, nog even snel. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Eerste aflevering. Like en abonneer. Ciao, ciao. Tot de volgende keer. Bye. Doei.